take this road. Wordt een parkeergarage Kruisplein gebouwd. In de toekomst kun je dan via de Wena-tunnel een ondergrondse weg oprijden. Ondergrond wordt ook een rotonde gebouwd en dan kun je kiezen tussen parkeren bij het Kruisplein of via een doorsteek naar de Schouwburgpleingarage. Boven de grond wordt alleen voor bestemmingsverkeer. Het stationsgebied is constant in beweging en het verkeer heeft daar hinder van. Vooral fietsers moeten op dit moment ver omrijden als ze van het centrum naar Rotterdam-Noord willen. Nou, op dit moment wordt de fietserstunnel in ere hersteld en komende zomer kunnen voetgangers en fietsers weer via die tunnel naar Rotterdam-Noord en terug. Hier achter me wordt de fietsenstalling gebouwd onder de grond en als het klaar is kunnen 5100 fietsen hier een plekje vinden. Het stationsgebied wordt opgeknapt om het de uitstraling te geven die het verdient. De komende anderhalf jaar wordt er gewerkt vanaf het Hofplein tot de Henegouwerlaan en van de Karel Doormanstraat tot aan het Poveniersplein. En hier op de Konradstraat staan nu nog de taxis, die verhuizen binnenkort naar het Delftseplein. En de bussen hebben hier een vaste plek. Er is hier ook al heel erg veel gebeurd. Er ligt bijvoorbeeld een nieuw metrostation. De reizigerspassage is klaar, de overkapping staat er. Trams hebben een nieuwe plek, maar het is nou eenmaal nog niet klaar. Kijk vooral af en toe op de website. En kijk volgende week weer naar Wegwerken. Tot dan! We are on a road to nowhere.